Oké, ik ben live. Ik ga even alles regelen. De thumbnail en zo. Okay. Zo, ik ga even een Rob de thumbnail doen en dan kunnen we erin vliegen. Zo. Oké, ik ben binnen 5 minuten terug en dan kunnen we erin vliegen. Oké. Zo. Ik zal eerst en vooral een pottige solo ingaan. Zo. Oké, we zijn helemaal ready. Wat ik wel al weet is dat er van elk wapen de gewone versie is.
de makeshift versie en de primal versie. Er zijn ook nieuwe bogen in en zo. Pijl en boog. Je kunt craften. Dus ja, dat is allemaal wel nice en zo. Ik heb natuurlijk in het nieuwe seizoen al gespeeld, hè, man. Oké, ik krijg ineens een challenge. Ja, ik heb momenteel de Battle Pass nog niet, maar dat komt nog. Ik heb gewoon niet genoeg V-Bucks, maar dat komt nog. Kijk, ik heb hier gelijk al een boog. Een makeshift boog natuurlijk. Want andere bogen kun je niet op de grond vinden. Andere bogen die ga je natuurlijk moeten craften en zo. En ik denk ook dat je goud gereset is. Denk ik, hè. Je arena punten nu nog niet, maar... Allee, ik ben nu niet arena aan het spelen. Maar... Normaal... ja, je arena punten zijn nog niet gereset, maar ik denk wel dat dat nog gaat komen. Zometeen gaat er ook nog iemand anders online komen en dan ga ik daar even duo mee spelen. Ik heb echt geen zin om die bandages mee te pakken. Ik wil een beetje meer nieuwe wapens. Snap je? Dus wacht, hè. Ik vind ook dat de layout van je inventory zo, met crafting en zo, dat het er echt, ja, dat ziet er gewoon zo fris uit. Amai. Ja, maar blijkbaar als je iets wilt craften, dan ga je ook sowieso al een direct een rarity hoger. Dus kijk hier, ik heb een groene boog in mijn inventory. Ik ga direct naar blauw, van 3 naar 3 sterren. Ik ga van 1 sterren naar 3 sterren, naar 2 sterren. Ja, ik zie nu pas dat die sterren erbij zijn. Waarschijnlijk hebben die sterren ook met de rarity en zo te maken. Waarschijnlijk wel. Maar normaal, als je met een NPC praat, krijg je sowieso iets gewoon. Kijk, ik krijg nu animal bones. Dus, ja, dat is wel nieuw. Je kunt soms zelfs wapens krijgen, want ik heb eens een keer, wat had ik gekregen? Ik had een gouden pump gekregen. Terwijl dat je die normaal zou moeten craften. Oh, ik heb niet veel materials. Amai, dat is wel een beetje laggy. Bloem, by the way. Wow, ik dacht dat deze guy er niet meer was. Ik moet even een beetje match vormen, want zo ga ik niet fighten, hè. Oh, mijn stoel. Destroy trees, 10. Dat is niet moeilijk. Wat is al leuk? Ah, oh, er zit 35 en mooi. Oh, dat wist ik niet. Ik vind die AR trouwens van ver niet zo goed. Maar van dicht is ze wel nice, hè? Alleen van dicht. Oké, nee, ik heb toch iets liever dan andere. Dat deze, denk ik. Ja, dat deze heb ik ietsjes liever. Ook al is dat een makeshift rifle, dat maakt me niet zo heel veel uit. Ah, maar die heeft me maar 2 animal bones gegeven. Anders kon ik een groene primal shotgun maken. Ik vind het natuurlijk altijd beter om met de pump te spelen, hè, maar... Ik ga hem gewoon helemaal vol spammen. Zo, nog een prima SMG erbij. Je weet zelf.
Boink. Oeh, crit. Oké, mijn mening over die shotgun die die gast had. Dat is echt insane op, hè, Makke. Maar nog echt insane op, hè. Oké, dus hetgene dat ik heb geleerd is, als je een makeshift shotgun hebt en je hebt genoeg bones, dan moet je een primal shotgun maken, want dat wapen is precies echt insane op, hè. Maar nog echt insane op, hè. Ik heb de battle pass niet. Heb ik dan de emote? Is dat? Echt, ik ga deze weer doen. Dat kun je doen als iemand knocked is. Kun je die opkuisen. You trash, kid. You're wiping the trash. Is deze iemand traversal of niet? Eens kijken. Deze emote is gewoon traversal. Dat is gewoon the most legendary thing I've ever seen in my life. Dat is echt. Dat is gewoon insane, hoe. Oh, niet deze skin. Hey, maar die big bling die ik aan heb, die laat echt elke skin gewoon sweaty eruit zien, ja. Hola, jong. Maar ook gewoon echt elke skin, hè. Zie, de gouden... Oké, de gouden bloed is misschien niet. Want dat is een beetje een thick boy. Maar ja. De nogops past daar wel redelijk goed bij, precies. En dan ga ik de candy eggs doen. En is dat helemaal zo een beetje groen-rood-wit thema. Oeh, dat is zo'n lekkere combo. Amai. Oké, we hebben al 1 like. 2 likes. Oké. Oké, hey skingenoot. Ping. Ik weet het, ik kan dat echt niet goed. Oh my, wacht hè. Oh, maar ik heb zo. Ik edit mijn F en mijn tweede selectknop is zo G. Dus als ik die zo spam, is dat zo tik. Zo met mijn twee vingers tegelijk, dan ja, dat kan echt wel erop gaan. Als ik dat met mijn muis doe en mijn F, dan is dat gewoon insane moeilijk. Maar ik had gehoord dat als je een weeping ergens zo hier van boven kunt een bal pakken. En als je die hier ergens in een portaal doet, komen er gauntlets uit. Echt ziek OP, hè. Ik heb daar iets van gezien. En die gauntlets. Je kunt gewoon... Allee, ja, je kunt je gewoon redden van fall damage en zo. En ziplines. Is die event nu zojuist heel hard naar beneden gevallen? Nee, ik wil die shotgun. Oké, ik heb het beste wapen in de game. Oké. Als je hier iemand heftig mee kunt trekken, is hem trekken van T-R-A-C-K-E-E-N. Als je hier iemand heftig mee kunt trekken, zo, dan... En die zijn wel echt ziek op, hè.
Oh ja, dat was ik vergeten. Die ene boss die hierboven staat. Ik weet niet of dat Raven van de Teen Titans is of dat dat een andere is. Ik denk wel dat dat Raven is. Maar die kan teleporten door muren. Ah, Lara Croft, don't kill me. Ha, jij bent dood. Jij bent cool, hè? Nee, dat is een SMG. Ik dacht dat dat iets anders was. Ik dacht dat dat een shotgun was. Dit is een open shotgun. Oh, shiboah. Hebben die iets van crafting items? Niks. Maar dan ook echt gewoon niks, hè? Ah, maar waarschijnlijk kun je hier de crafting items ook zien. Zo hier van boven. Oeh. Dus iedereen die aan het kijken is, vergeet zeker niet de stream te liken en op die abonneerknop te drukken. Voor meer livestreams en video's. Ah nee, ik kan hier niks bouwen. En hier is zo'n goudkistje waardoor dat ik 250 goud heb in totaal gebied. Hopla. Is hier niet iemand anders? Ja. Ah nee, dat is Raven. Oh, ik heb even jeuk. Wow, 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 wow. Ha! Waarom pushte jij me even een keer? Waarom doet het dat? Slim, hè? Hoe slim is deze vent? Ah, die guy heeft een mechanical bow. Ah, dan doe je meer damage als je dat helemaal hebt gecharged, zeg maar. Oh. Oké. Oké, de meta is echt ziek hard veranderd. En ook echt ziek hard. De Ohewa. Ik spreek geen raar taal. Oké, ik hoor twee voetstapjes. Dus hier zit een enemy. Fink, ik baas de dat ik ga niet zien. Oké, ja, ik zie hem misschien wel, maar dat wil niet zeggen dat ik het overleef. Blijkbaar. Oh, what the fuck? Ik dacht dat hij hier achter dat merk is dat, jong. Holy shit, jong. Even een andere command doen. Oké, ik ga de coole combo aan doen. De legendarische mongrel combo. Yeah.
Oké, ik ga naar Tilted. Ook al is het niet Tilted. Hoe noemt dat? Een pony burps. Wat een cool naamje. Zijn lama's er überhaupt nog in? Want ik heb nog geen lama gezien in deze nieuwe seizoen. Amai. Hier is een kistje. Oké. Dat was heel awkward. Dat was gewoon... Oké, wists. From the weapons of the past. Craft items. Ah, ik moet items craften. Metal is weer iets uit. Ik moet gewoon letterlijk... wacht, waar is dat? Hier op de map gaan. Ik heb insane veel ijzer dan. En dan heb ik ook keiveel mechanical parts. Kan ik me craften en kan ik ook nog de andere doen. Van dat ik van die makeshift wapens of zo moet gebruiken. Oh, iets zit er dan in. Of iets van... Ja, dan kan ik weapons craften. En dan kan ik ook nog die mechanical dingetjes gebruiken voor weapons te craften. Dan heb ik 2 challenges. Maar deze kaai heeft wel een legendarische skin combo aan. Hè? Met die reuze kippenvleugel erop. Geeft even die ene... hoe noemt die nu weer? Oh, ik weet dat, maar... Nou ja, Sentinel. Die ene Sentinel skin, die was toch echt de enigste streamer die dat gebruikte, was Tim de Tatman. En voor de rest, niemand heeft die skin ooit aangehaald. Dat was echt een van de slechtste skins ooit. Gewoon, hoe komt je erop? Een robotkeep. Ah, dat is wel een beetje... Oké, wacht. Wat Tarana is een van de Battle Pass. Lara Croft. Golden Artifact. Near the Spire. Ja, dat ga ik dus niet doen, want ik ga naar hier. Oh nee, ik klikte per ongeluk naast mijn M. Mijn M is mijn map en mijn N is mijn... Mijn N is mijn autorun. Ik krijg de Hunter's Cloak. Oké, dan moet ik nog een beetje gaan uitvinden, want... Craft primal weapons using bones en makeshift weapons. Oké, ik heb... Shotgun eliminations in... Ignite of in ignite the structures with fire. Deal damage from above. Die bovenste challenges, die paars en gouden, zijn allemaal insane easy. Oh my god, zeg hé, waarom landt hier iemand? Het is gewoon een game en hier landt iemand. Ik hoop dat dat een bot is. Maar dat was ook bij de dummy hier dat ik de gouden pump kreeg. Oké, deze man was dus duidelijk goed in dit spelletje. Dat was sarcastisch, by the way. Maar, wacht hè. Zo is het goed. Oké, waar is de dummy? Oké, de dummy is hierboven. Zit hij... Is dat een dansje te doen of zo? Ik hoorde precies iets. Ik hoorde precies de... Kijk, die vent geeft mij ineens een item, minikus. Dat is toch legendarisch gewoon. Use a zipline. Bring a car to compact cars.
Waarschijnlijk staat hier gewoon ergens buiten en dat. Nee, niet per se, maar. Ik ga een dianotto wel nadden. Is er nu een kikker? Dat zijn gewoon kikkers, wat? Dat is gewoon een kikker! Wat geeft je? Wat? Wat is dat? Stink iets. Iets met stink of zo. Hoe noemt dat? Stinksack. Oké, dank u voor het compliment. What the hell? Stinksack. Wat is dat? Waarschijnlijk kunnen daar zo'n stinkboombo mee maken. Alleen een stinkboom. Nee? Waarschijnlijk wel. Ja, sowieso. Dat kan wel niet anders. Kom, geef mij mechanical parts. Doe me dat wel. Als hij mij één mechanical part heeft gegeven, ga ik ermee rijden. Dit ding wil mij geen. Oké. Dat is één mechanical part. Ik weet dat een helft van zijn wielen naar de knoppen zijn, maar. Kan ik überhaupt nog naar links? Ik kan letterlijk ook nog gewoon sturen, hè? Hoppla! Damage! Ah, maar dat is een bot. Basic. Ja, dat is een bol. Is gelijk checken wat dat een damage hiervan is. Ah, deze man. Nee. Kom. Oké, van range. Dat was wel van range. Dus daar moet ik rekening mee houden. Oké, dat zijn twee emo's. Hupla. Hey, ik kan hem niet oppakken. Nee, je kunt niet meer swappen, of wat? Nee, gast. Serieus, je kunt niet wapens swappen. Wat? Ik kan gewoon geen minikjes swappen. Je kunt alles swappen behalve minikjes. Je kunt zelfs bendies swappen, maar minikjes niet. Oh, ik had gewoon mijn pickaxe vast. Oké, ik heb nu bindertjes. Wat? Nee. Wat? Je kunt minis niet swappen. Wauw, yo, dat is echt. Dat is echt gewoon. Niet cool. Dat is echt gewoon. Waarom Epic Games? Alle ja. Wat? Als je een heer een auto. Wow, jong. Dat is wel cool. Oké, ik wil mechanical parts. Aboom, 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 aboom. Hey, 1000 IQ met Ike. Het laat, dank u. Het laat, dank u. Het laat, naar Primal FMG. Ik heb nu echt 10 of zo. 10 van die partikels. Maar dat ziet er echt gewoon uit als een wiel of zo. Hoe ziet dat eruit, echt? Nee, je pakt er automatisch op. Wachten. Als ik hierop klik, hè? Drop stack. En dan is dat een split. Dan is dat zo. Wacht. Ik zal eens even drop stack. Zo, eens kijken hoe dat eruit ziet. Oké. Andere kant. Dat ziet er zo uit als een gezicht of zo. Zo met die twee ogen zo. En dat ziet eruit als een gezicht. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon een stuk metaal. Oké, wacht, ik moet hier even een pump van maken. Wacht, hè, pump, craft. Ah, oké, dus je kunt alleen niet springen tijdens het craften. Je kunt wel lopen. Ah, nee, ook niet lopen. Oké. Dat was wel nice. Gewoon een jaar, hopla. Hupplakkie. Kan ik hier iets mee maken? Ik kan een mechanical bow maken. Huppla, een mechanical bow. Zeker en vast. Oké, de storm is echt brakker geworden. Je ziet, wat geen zak. Maar nog echt wat geen zak.
Wow. Catch air in de 4. Nee, ik wil een paarse pump. Oh, paarse pump. I love you, paarse pump. Dat is, ja. Pump is terug. Let's go. It's back. Oh, she, boy. Kijk me op, hè. Damn. Kruft. Nee, ik had net... Ah ja, maar ik kon geen dingen maken. Kun je hier mee vissen? Bang. Oké, nee, je kunt er niet mee vissen. Oké, ik ben dood. Dat is wat ik zeg. Ik ben dood. Kan ik niet kreppelen hiermee of zo? Ja, oké, ik ben dood. Oh nee! Oh, ik wil niet doodgaan. Dat was mijn stoel, by the way. Ik wil niet doodgaan. Wacht, hè. Wat kan ik hier allemaal mee maken? Niks. Ik wil niet doodgaan. Er staat een auto, let's go. De auto heeft mijn leven gered. Geef mij iets. Geef mij iets. Oké, deze haal ik nog wel. Oh man, dat was ziek veel geluk dat ik heb. Maar nog echt ziek veel. Wanneer dat ik juist 5 AP of zo heb, komt er ineens lekker een bandage voor mijn huis liggen. Dat is gewoon, ja. Colossal crops. Oh, sorry. Ik was even aan het kijken, maar... Oh, ik kan niks meer craften, of wat? Maar ik heb nog 3 granaten nodig en dan kan ik een explosive bow maken, hè? Nee? Mechanical explosive bow. Mechanical shockwave bow en mechanical explosive bow. Maar dat is wel, explosive is ook wel echt insane. Want het geschiet zo van die dynamieticus af zo. Wat? Wat is dit? Hier moet sowieso iets in de future mee gaan gebeuren. Dat kan toch niet? Waarom kun je dat niet hakken? Kan ik dat nu in gaan staan? Nee. Maar hoezo kan ik dat niet hakken? Wat? Oké, ik heb geen bandages zien liggen. Oh, hier ook bandages. Geef me gewoon even granaten. Ik heb gewoon grenades nodig. Granadas. Hopla. Wow, ik hoorde precies iemand zo op zo'n raar ding slagen. Je weet wel wat ik bedoel. Zo op zo'n bong. Zo bang. Bang. Hey, let's go. Oké. Craft. Mechanical explosive bow. Oké, wat kan ik hiermee doen? Oké, hoeveel damage doet dat? Inspect. Wow, joh, dat doet dat 200 damage allemaal. Waarschijnlijk doet dat allemaal samen 200 damage. Oké, kan ik deze dingen hier temmen? Oké, nee dus. Fucking, oh. Ah, die kunnen hier niet uit. Dus als ik nu even zo doe, dan kan ik die gewoon killen. Boom, headshot. Boom. Die gaat in de storm. Man. Animal bones. Damn. Dat is zo grappig. Dat ziet er zo grappig uit als je dat zo... Als je dat zo vast zit. Maar er zijn ook zo'n pickaxe. Dat is hetzelfde als dit, hè. Maar dat is gewoon een pickaxe. Ah, nee. Hetzelfde als dit en dat is gewoon een pickaxe. Wat? Ik kan, als ik deze vast zit, niet hierop lopen. En zo krijg ik erop, ik er zo'n pickaxe in en dan is zo... Jink, 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 jink. Nee, ik heb keihard een gejarm door die vettige everzwijnen. Oké, iemand heeft een party gestart met mij op PlayStation. Ik ga hem nog eens rap joinen. Of nee, het gaat er aan. Ik weet niet. Nee, ik ga gewoon met de stream blijven.
Oh my god. Nergens een jaar ook gewoon, hè. En ook, waarom kun je niet vissen met een dingen met zo'n boog? Vind ik zo. Ze hebben ook zo op heel veel plekjes zo de water. Je moet niet een muur bouwen nu, niet meer. Maar dat is zo raar, want als je onder water kijkt, kun je dat zien. En nu lijkt dat alsof dat hier gewoon zit te zweven zo. Kijk, die blauwe dingetjes kun je niet zien onder water. Het is eigenlijk gewoon, als je die muur nog niet hebt gebouwd, ziet het eruit als gewoon een zwevend muurtje. Oké. Eens kijken. Ik heb ook de winningumbrella nog niet, dus ik hoop dat we die subiet gaan krijgen. Maar we zitten wel tegen iemand anders met een spas, dus... Heeft iemand nu zojuist met een explosief bow op mijn neus geschoten? Ah, dat is een kieken! Dat is een kieken! Oh, wat de hel, dat is die ene mythic shotgun. Jeet. Doet dat veel bull damage? Doet dat veel damage? Ah, oké, de guy die online is. Oké, wacht dan. Ik ga die even nemen fighten. Yo, Vienske. Fight. Zo. Nee, fa. Oei, ai, oh. Ha! Die heeft hens. Hallo, Noah, zet u een TikTok af. Waarom dat? Omdat ik u ga mute, omdat ik live ben. Ik heb u gemute. Zitten we een TikTok af? Binnen 10 minuten, binnen 10 seconden al in de kikker terug. Ja, alles is zeker goed, Vins. Nou, ik ga hem muren. Ah, dat is mooi, ik hoor weer. Ja, watch me even. Nee, ik ben al lang bezig. Nee, maar ik heb niet veel shotgun, man. Ah ja, je hebt een paar spumpen, hè? Ja. Het gaan wolf? Ik heb die gecraft. Wacht, hoe noemde je nou weer op YouTube? Monks van YouTube? Monks FM. En onderscheur ik eronder. Ja, okay. Allee, ertussen. Hier, live. Ja, hoe kun je dat FPS spelen? Ik snap het niet. De zon stond er benodig. Er is niet een zon. Maar wel licht. Vind ik denk iets van een 8 of een 9 of zo, want ik vind kreften echt wel kei nice. Nee, maar ik vind dat zo kut dat als je die shotgun hit, dat je echt gewoon mensen kunt helemaal kakken zonder skill. Dat is precies een drum shotgun. Maar die vent, dat is niet waar, want dat is een burst. Nee, dat is niet waar, dat is een burst, hè. Wat? Is dat een burst? Ja, dat is zo doef doef, doef doef. Ah, is dat die shotgun? Zo. Ja. Dat is doef doef. De vorige keer had ik die ook. Maar dat is echt een... Ja, als je iemand daarmee kunt trekken, dan is dat echt... Trekken met een A. Als je daar iemand mee kunt trekken, dan is dat echt insane. Ah, heb je 4K nu, hè? Nee. 720p? Ah, het... Oh, ik dacht dat die vrouwelijke skin die Bigling had. Nee. Ik bedoel, maar die vrouwelijke skin, ik heb geen vrouwelijke skin ervan.
Nee, je hebt die. Waarom? Dacht jij dat deze die had? Zo, die vrouwelijke. Die nu in de shop is weg, hè? Nee, die vrouwelijke Lucky dingen. Met die clever bling. Dacht jij dat deze? Oh, dacht je. Hoeveel heb jij die lees aan? Ja, ik dacht die CG. Die CGT Green Clover, ja. Ja, dat zou er beter bij passen. Niet per se. Oh, de CHANCE met die Megbling die jij net aan hebt nu. Ja, dat zou echt nog nice zijn. Dat is ook echt nice. Kijk op mijn stream. Ja, ik ben aan het kijken. Ik moet alleen de skin doen. Oh. Sappig, hè? Dat is gewoon het sappigste van heel de wereld. Oeh. Maar ik hoor mezelf niet eens. Dat is gewoon het sappigste van heel de wereld. Oh, smies, man. Good dance. Zes. 12. Okay. Smees is gewoon echt het slechtste dansje dat in de hele game zit. Cool. Ja, maar kan ik niet zoveel skins als favorite hebben? Ja, wel. The fuck? Je kunt zoveel als je wilt favorite skins hebben. Ja, maar dat is gebeurd of zo. Dus. Mijn favorite skins zijn de Molten Battlehound. Calamity. Waarom de Molten Battlehound? Waarom de deze? Die speelt goed, hè? Allee, vroeger. Had ik daar goed mee kunnen spelen. Ja. Maar mijn favoriete skin is toch wel. Die heb ik niet eens op favorite staan. De Midas. Maar die is toch niet slecht? Ik bedoel die vrouwelijke, hè? Zo. Die vind ik dan wel veel beter. Die van 11 euro. Die is 12 euro, by the way. Nee. Jawel, 11,99. Ah, ja, sorry. Oh, maar zo, die vrouwelijke. Ik denk het toch, ja, 11,99. Ja. Maar gast, er was even een paar dagen geleden al deze ding hier. Zo waar dat 19 tappak is. En nu zijn dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12. En er is een melding in beeld. Oké, dat zijn er 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah nee, 11. Oké, ik heb een fout geteld. Mijn beeld ziet er raar uit. Ah, dat staat. Ah nee, 12. Oh, ik had mijn beeld op fucking 720 staan. Ik had dat per ongeluk op 1600 en 900 gezet. Dan ineens waren mijn graphics kei blokkerig. Mannekes, ik heb zoveel zin in deze samens. Let's go! En stop the fuck, waarschijnlijk ga je op alle 60 aan of zo. Is ook, hè? Vins. De Vins die geeft deze seizoen een 6,5. Waarschijnlijk omdat hij craften kei patant vindt. Maar craften is echt kei insane, hè? Laat als je daaraan gewoon. De Vins die geeft deze seizoen een 6,5. Ik geef deze fucking season 9. Ja, 8. Ik ook. Gewoon 8 of 9. Als je aan die krachten gewoon krijgt, is dat insane. Ah, oh, heb ik 50 FPS? Ah, wat, net geen minder aanstaan. Als mij! Ik heb Gris aanstaan. LOL. Maar mijn Gris en mijn Shadow staan automatisch aan. Anders had ik al lang 100 FPS. Meer. Ik vind dat kut. Ja, waarschijnlijk ook. Gast, de PlayStation zelfs Mesh Shadows kan met FPS halen. Maar die, ik weet niet waarom dat die een limit doen, maar vroeger kon je, als je met PC aansloot, gewoon zo een limited aanzetten. Dat is zo iets. Ik weet niet waarom. Okay. Nou, waar gaan we? Ga gewoon de Spire. Yeah. Thank you.
Ik weet niet waarom, maar ik heb 100 fps als ik in de lucht zit en dat is kei irritant. Is dat weinig of veel? Want wat speel... Ah ja, je speelt normaal op 200. Zou ik bovenaan of nee, hè? Nee, boven is geen lood. Allee, ja, wel hier zipline, en zo, hè, man. Je kunt ook van die zipline springen, ja. Waar bent je? Hier, hier okay. Een makeshift. Ja, hier is iemand, hier is iemand. Ja, ik weet het. Ik heb geen match, ik kan die niet blokken. Ik ben niet ineens. Oh, hier. Ik heb een 33. Oh, dit van, is 1 op 1. Maar van waar krijg je zo'n animal bones van hout? Dat moet iets en ook van dieren. Hout. Ja, maar nee, alleen van dieren dat ik weet. Maar voor de rest... Van krijg elk dier krijg je een... Ah ja, maar dat zijn animal bones. Dus dierenbotten. Oh, wow. Animal. Ah, daar is hem aan het zwemmen. Zo. Maar ik heb nog altijd geen wapen gevonden. Man, die is zo low gelijk met een piet van het mist of zo. Oh. Ik heb hem in de bush. Let's go. Maar die was ook gewoon solo, hè? Ja, ja, nodig. Een wapen, ja. Nee, ik heb hier al een makeshift, denk ik dat is. Nee, dat is nou fucking grappig. Nee, hier is de kikker! Ik wil die kikker killen! Ik krijg daar stinkzakken van. Ik heb primal pistol, dat is echt slecht. Hier is de kikker! De kikker, die kan niet weg! Ah, nee, die is zo rap. Nee, een kikker! Zie je die? Ja, ik heb die 19. Hoppla. Weet je wat je daarvan krijgt? Kijk naar die naam! Lekker compliment. Stinkzak. Maar ik vind het echt goed dat je niet echt zo'n... Hoe kunt even met deze een jaar? Ja, je kunt... Je hebt geen first shot accuracy. Ah, heb je dat naar mij gegooid, of...? Nee. Waar is dat? Ik heb in mijn inventory. Ja, ik heb mijn gsm niet, hè. Die ligt op de grond. Oh, fuck. Oké, wat heeft dat ermee te maken? Oh, maar uw graphics zijn zo sappig. Mijn graphics. Laat uw brightness en zo eens zien, want ik wil dat wel afpakken. Great. Nee, want je hebt een heel harde delay. Doe wat pauze willen. Ah, je hebt nog een kikker. Brightness 80 staat er bij mij op. Ah, je zit op het hoogste. Wat is het hoogste? Triton ook. Mm-hmm. Oh, dat ziet er nog best chill uit. Dat verpest mijn heel FPS. Ik heb niet, ik heb geen FPS om te verpesten, dus. Ik heb mijn graphics resolution nu op 80 gezet. Oh ja, eigenlijk, ik kan ook gewoon... Oh, hier, een kikker! Kikker! Ik heb een mechanical bow uit een kistje. Ik kan denk ik zo'n stinkboog maken. En deze craft. Ah nee, daarom heb ik een primal bow voor nodig. Godmonde je. Hoe noemt dat? Hoe noemt dat ding? Stinkzak. Ah, zo'n, hetgeen dat je krijgt van een kikker. Stinkzak. Wat dan noemt ze? Niet gezond. Als je dat eet, een stinkzak. Maar nee, dat is om dinges met de kruiften. Als je een primal bow hebt, dan heb je een stinkboog. En als je dat op charged en dan lost, dan krijg je een stinkboom. Alleen dan de stinkboom die gaat dan opwaarts uit dat schot dan. Ah, ik heb ook mijn FPS op 30 staan. Hoe flik je dat? Ik weet het niet. Mijn FPS is insane, hoor. Als je V-Sync aanzet... Ik weet niet eens wat de fuck dat is. V-Sync, dat gaat basen op je hertz. Dus dat gaat de FPS geven van je hertz. En nu heb ik... 144 FPS. Oh, die bos is nog niet dood.
Dan heb ik ook een shotgun gebied. Ik ga dan niet gebruiken, visie. Ik wil hoger FPS. Nice. Wacht, waar is dat hier? Wat is dit? Oh, dat is allemaal lava. Kom, gaan we een raven killen? Ja, hopelijk. Als hij er nog is. Ja, die is nog. Oh! Anders zou ik dan niet zeggen, hè? Maar waarom dash die zo hard? Ik wil dat ding hebben, dat dash ding. Maar dat bestaat niet. Ah, ik? Nee, wat puist jij? Jij dikke vette stealer, geef je een shotgun. Had jij niet een drum shotgun, zo'n groene of zo? Allee, zo'n... Ah, deze. Nee, die had je niet zo'n ene zoals jij die van Mythic hebt, maar dan in het groen of in het blauw of zo? Nope. Ah, hier is er een. What the fuck is dat? Ik pak daar geen adamantus op. Ik kan echt niet met dat wapen spelen. Mijn pijl? Oh, is dat hier in de shit, hè? Oh, dat zit hier boven. Oh my god. Kijk, dat zit hier. Ik moet wolven vinden of everzijn of kekers. Maar ik vind nooit zo'n materiaal om normaal AR te maken. Oh nee, want je moet dat zelf farmen, jongen, slimme. Ah, met wolven. Nee, van wolven krijg je animal bones. En om normale dingen te maken, zoals een pump of een jaar, een normale jaar met mechanical parts krijgen en natuurlijk van metaal te hakken. Ga je zoiets creëren? Oké. Ik heb daar zo'n. Is daar nu iemand? Want ik heb precies hier iets zien lopen. Kon ook een beest zijn, hè? Ja, maar dat is gewoon Minecraft. Minecraft in 3D. Ja, ik hou wel schoten, hè. Ja, oh nee, ik niet. Hey, gast, geef terug mijn twee medkits. Geef mijn twee medkits terug. Dat waren er twee, denk ik. Maar het kutten is, op computer kunnen niet meer zo snel editen. Jawel. Nee. What the fuck denk je? Ik kan geen quad edit niet meer, dat ligt niet aan mij. Hoe is zo niet? Ja, dat weet hij. Waarschijnlijk kan ik dan nog wel. Oh, gast, ik kan dan nog wel, jongen. Fucking hell. Dat ligt echt aan u. Of aan uw PC. Ik speel op fucking 30 FPS en ik kan dat. Jij speelt op 100 plus en jij kunt dan. 30 FPS? Ik bedoel 60. Sorry. Holy shit. Maar wie is het met mijn FPS? Kom, Ginger. Ik ben één is een beest of zo, jongen. Wat ik heb iets gedaan dat mijn Fortnite heel raar doet. En dat die zijn kikkers. Heb jij iets tegen Fortnite vastlopen? Maar dat ligt niet aan Fortnite. Hé, maar waar? Hé, ik word zot van dat beest. Hey, waar is dat ding? Is dat nu een bug of zo? Nee, dat zit hier ingebuikt in die muur of zo. Noah? Ja, oké, okay, jij bent vastgelopen. Wat is dat? Oh, dat is een fucking kist. Ik dacht dat een octopus of zo was.
zullen we. Hey. Vleesjes. Hoeveel? 1. 15 appen. Hey, Fenke! The fuck is er mee? Oh nee, ik kan niet achter me bouwen. Ja, nee, dat vind ik echt niet cool. Wait, what? Ik haal de cirkel niet. Wat is dat wat ik zeg? Hey, gast! Wat is er met die guy, jongen? Als ik door die guy de cirkel niet haal, hè? Ja, ik haal door die guy de cirkel, denk ik niet. Ik denk dat ik zo nog 10 AP tekort kom. Want die guy mij dus niet heeft gegeven. Er moet nu gewoon in de storm een dier naar mij komen. Kom, ik moet dat dier kunnen killen. Hey, kom, daar ligt meat. Nee, dat doet 2 damage. Yes, ik hoor. Ja, maar we zijn dood, dus ik lieg. Ja, maar dat komt omdat ik even lief. AFK soms. Ja, maar lief. Ik ben bezig. Rustig. En hoezo stond je AFK waar uw dingen was toch uitgevallen? Ja, maar ik heb dat gefixt. Gewoon andere gebruikers zo. Oké, dat was mijn keel. Ik weet niet wat de fuck er mis mee is, maar oké. Doe ready. Wacht even. Oké, ik wou bijna voor met afsluiten in plaats van Google. Maar Midas, er is geen goede pickaxe bij Midas. Jawel. Ja. Ijsbreker. Wel goeie, maar die pad. Ja, Mike is weer uitgevallen. Ja, ik speel nog graag meer. Kom realistiek of zo. Nee, kom uw dingen. Nee, ik heb geen scheidmap. Nee, ik heb geen goesting daarin. Maar dan heb ik meer FPS en ping minder. Wacht, nee, ik doe wel dingen. Dit zijn al mijn dinges, dankjes. Nou, weet je wat ik ga doen als ik u ooit eens knocked heb? Dan ga ik de trash wipen. Dat is echt een legendarische emote, jongen. Maar eigenlijk echt, hè. Welke shotgun? Pump. Is back. Geen enkele van die shotguns, behalve Pump, is erin, hè. Alle shotguns is daar buiten. Lever is er ook gewoon niet in. Amai, dat is geüpdate. Nee, alleen die grond is geüpdate. Nee, dat voelt echt anders. Ja, en die brightness is precies omlaag gedaan ofzo. Nee? Wacht even, mijn FPS doet weer raar. Maar Fenke speelt gewoon, jongen. Ik speel op fucking 60 FPS. Jij bent nog niet eens tevreden als je 170 hebt. Ik heb 40 FPS in mijn zot. Maar Pump is echt slecht geworden, man. Jij bent slecht geworden met Pump. Nee. Dat hè. Ding te gaan. Maak er hoor. Ja. Ja.
Maar ik ben nog niet warm. Ik heb nog geen enkele koers gedaan vandaag. 108. Zie, gast, er is niks veranderd. Het is 100 en... Het is zelfs 100. Het is zelfs meer, precies. Behalve de headshot damage. Of dat was half headshot. Body dingen damage met de paspumpjes lager van. Hoeveel denk je dat was? 120. Nee, dat was 100 hè, met de paarse pump. Nee, 110 hè. Nee, 110 met de gouden. Nee, en met de paarse. Gouden kon nog hoger, denk ik. Nee, bodyshot damage was 110 met de gouden en 100 met de paarse. En de pump was... De blauwe was 90. Hoeveel ping heb je? Ik weet al niet. 11 nu. 12. 13. Zo ongeveer rond de 15 en de 20. Oh, ik wou Travis schotten. Ja, precies. Ja. 108 bodyshot, precies. Trouwens, je moet niet gaan zagen op de pump, want we hebben allebei een even sterke pump, joh. Daar is daar niks mee te maken. Maar nee, jongen, dan heb ik een zin. Ik heb 80 FPS. Ja, dat is tenminste beter dan 60. Ja, laat je zien in de schillen. Je gaat dood. Dat is een zieke pre-fire. Ah, nu kan ik mijn killies terugzien. Het zal toch niet lang meer duren. Ja, en? Ik kan ook gewoon klippen. Maar jongen, zo'n kill klipte niet. Ja, nee. Maar ik klip ook niet. Dus ik klik op... Dit spel is niet een competitive spel, hè? Het is gewoon om de fun. Zoals elk spel. Dat is niet waar, gast. Dit spel is juist een van de meest competitive spelletjes ooit. Dat is meer Warzone, hè? Gast, je heeft Warzone 3 miljoen uitgegeven aan de winnaar. Heeft Warzone in totaal... Heeft Warzone een World Cup gehad? Nee, maar Warzone bestaat ook niet lang. Warzone bestaat langer dan Fortnite. Nee. Nee? Ik weet dat niet. Modern Warfare wel. Ja. Warzone is Modern Warfare, andere versie. Wel ja, en ik dat heb ze allebei. En ik heb heeft een Call of Duty ooit zelfs een World Cup gehad? Ja. Jawel, waarschijnlijk hebben die daar nog niet eens. Misschien 10 of 20 miljoen in totaal. Hè? Nee, maar wel om de skills en zo. Hè. De Mongraal gaat toch niet een World Cup doen voor alleen het geld, hè? Je doet dat voor het vinden. Om te winnen misschien. En trouwens, die wil ook gewoon blijven leven, hè? Allee ja, die moet wel iets hebben om zijn alles met dat betalen, hè? Ja, ze heeft genoeg geld met views. Laat staan 3 miljoen erbij. Trouwens, 3 miljoen voor een World Cup is niet veel hoor. Ik zou eerder zeggen. Een World. 30 miljoen! 30 miljoen kijk voor de... Kijk naar de euromillions. Die kunnen makkelijk een fucking World Cup organiseren. Of een fucking meer dan 2 biljoen. De euromillions heeft dus niks te maken met mijn team. Hè. En ineens ja, is mijn style wel, veranderd. Nee. Ik heb minder goud gekregen. En dat vind ik leuk. 108 bodyshot nu. Dus de bodyshot is verhoogd en de gewone shot is verlaagd. Okay. Maar ah, dat is raar op je en scherm. Ik bedoel, de bodyshot is verhoogd en de headshot is verlaagd. Die roze skin bestaan niet eens, die gaan nu aan het, hè? Jawel. Nee? Dat is season 10 Battle Pass, hè. Dat is season 10 Battle Pass. Ja, maar ik had die, maar ik had gewoon... Ik speelde toen niet. Die skin bestaat wel, wat best, hè. Ik heb een sprayer. Is maar dat gebeurd. Ik weet het. Oh. Ik weet waarom. Waarom dat mijn pump zo kut is. Mijn volume stond op high. Dus nu heb ik de OG pump. Monke. Ja, wie is dat? Ik weet al niet. Iemand in mijn chat stuurt gewoon monke. Ja, dat heb ik echt al lang gezegd.
Ik lag. Dat is niet waar. Ik kan niet bewegen. Maar ik vind box. De bas mongo. Ah, dat is een bas. Is het een bas? Ja. Okay, jij weet toch wat XD betekent, hè? Dat is waarschijnlijk een Minecraft dit. Ik heb niet eens iets van XD. Ah, ja. Ja, dat kan. Oh my god! Ik weet dan... Had ik u daar kunnen wampumpen en als deze pump nog beter was, hè? Holy shit, ik had hem geklipt. Ja, hij zegt dat hem de Minecraft kit is. Eindelijk, ik heb terug mijn gewone stijl aan. Oh, maar dat wordt wel even winnen. Hoi. Misschien kunnen we eigenlijk echt niet winnen. Alleen is als een dikke. Maar nee, kunnen. Met pump. Het wordt kut om te winnen aan pump. Met die damage drop-offs. Ja, maar dan denkt hij zo, ja, ik heb hem. Omdat je zo recht op zijn kop hebt gegooid, maar... Nee, joh. Daarom vind ik het Fortnite dus echt een game dat ik echt... Dat gewoon verandert per dag, joh. Maar ja, dat is toch goed? Ga jij een game dus spelen die... waar de hele tijd een nieuw wapen in zit? Trouwens, Fortnite verandert om de 3 maanden, jongen. Nee. Jawel. Passeert niet. De meeste updates... In een korte tijd, in een week, is raar. En dat waren grote updates. Oh, dat was een 0 IQ play van mij. Van mij? Misschien door die een trap. Ja. Ik heb hier niks. En ik heb echt geen goede dingen in deze map. Oh, what the fuck? Ik heb hier een stretch. Dat is geluk hebben. Dat was max. Dat is niet... Gast, dan is dat ik niet geluk hebben, hè. Dan kan ik niet missen, jongen. Jawel. Nee. Als je naar boven kijkt. Dan zit er gewoon schil. Ik heb beledigd een kopen nu. Zo. Je mist alles. Maar dat is een snelle dubbel edit met zo'n 2 dingetje. Oké, deze win ik niet. Hou weg! Homo. Bank. Oh, maar ik heb zin in mama. Dat is alleen wiskunde, Nederlands en... Hallo. En, ja. Ja, nee, maar ik snap niet waarom dat, waarom dat wij zelfs nog aardrijkskunde... waarom dat wij zelf nog naar school moeten. Ja, eigenlijk, we zijn toch slim genoeg? En waarom zit onze Fortnite vast? Ik weet dat ook niet. Zit dat ook kan. Vast bij u? Ja, ik kan letterlijk gewoon rondkijken. Back to up. Oké, dat gaat niet. Back to up, ga niet! Ik kan letterlijk niet bewegen, mijn ping zit vast. Ik kan alleen... Kom lief, krijg je dit nu. Want anders gaan we Fortnite crashen. Oeh. Geloof ik. Ik denk dat Fortnite gewoon de servers heeft platgelegd of zo, precies. Oeh. Hey, maar Vince, wat voor een profile pic heb jij? Als je nog aan het kijken bent. Zijn een pic? Gast, maar kijk. Nee, ik zag juist dat het 6-9 minuten geleden was. We lost our connection to the match. Sorry about that. Dus dat was even 69 minuten geleden. Welk? Maar dan dat ik gestart ben met streamen. Oké. Okay. Oh. Ik ga deze stijl van de skin aan doen. Ik vind die echt gewoon sappig. Pardon. Maar eerlijk, deze stijl van deze skin is toch sappig? Mhm. Kom, we gaan in uw map spelen, ja? Oké. Okay. Oh my. Ik vind de Dark Bomber echt de slechtste skin in de game. Hoezo? Even promo naar deze game. Oh my god. Maar jij moet deze account hebben, jij wilt ook Bayern? Ja. Ja, vraag deze account dan gewoon om rang 7. Kunnen nog veel. Rang 7. Is dat die Apoco Loco of hè? Nee. Wat Mirage Atroa. Dat is sowieso de Joachim of de Mil of zo. Mirage Atroa. Ja, sowieso een van die Apex lovers.
Mirage is een karakter in Apex en dat weet jij ook, man. Oh. Trouwens, het is Mirage. Kust mijn poepen al. Ja, die is echt ineens Monks FN. Hier, weer al die grond. Leuk hier. Ja, weer als een scuffed, glitched grond gewoon. Maar ik probeerde niet eens op te pakken. Oh. Hé, hey, jij vind ik een coole. Oh, pak wel blauwe, ik... jou, hè? Ja, pak blauwe. En dan gewoon een sniper en dan healing. Nee, ik ga echt geen... Ah ja, doen we shockwaves of zonder? Zonder. Waar zijn fucking minis? Hé? Ik bedoel een mini-vrouw. My god, ik hak daar altijd voorbij. Hier, als je deze wilt, hier. Oh, maar je doet dat maar één in! Doemte. Ah, dank u. Ik heb terug mijn FPS IQ. Echt? 260. Gehaast. Amai, dat was mijn fucking een hit, ja. Ja, oké, okay, dat is weer de dingen gang. De Apex gang in mijn chat. Dank u boys voor de views. Die proberen mij nu te kloten, maar dat werkt gewoon omgekeerd, hè. Oh. Maar je zegt met uw vader. Ja, omdat hij geen vader heeft. Je wilt gewoon gezelschap. Oh, je hebt geen donos aanstaan. Geen donatie. Gast, wou jij doneren of zo? In Europa, ja. Gast. Ik ga dat pas doen wanneer ik 1k subs heb, denk ik. Oké, dat gaat lang duren. Ja, dat weet ik ook. Maar nee, doe dat. Maar ik ga gewoon ziek hard in de vakantie grinden. Dan heb ik sowieso 100 subs. Dat is sowieso met mij grinden. Dan heb je meer subs. Gast, maar als je... Letterlijk, als je in de vakantie elke 2 dagen een video online zet, heb je toch aan het eind van de vakantie 200 subs of zo? Meer, hè, ja. Ik had een YouTube-kanaal voor zo'n 3 jaar, maar ik uploadde per fucking 2 maanden een video. En ik had 50 subs. Heb ik geen bouncers? Split uw bouncers, ja. Ik heb geen bouncers. Maar ik kom we gebruiken die niet, want ik kom die echt niet meer tegen in fucking echt. Maar ik denk niet dat dat er ook in is, maar dat is gewoon omdat ik u niet vind. Waar bent je? Jij ziet het nu ook gewoon, hè? Oh man, dat is ook gewoon een close. Monks FN's PvP's a PC player. Maar het is ook gewoon, ik heb meer controle over mijn game. Zo. Betere graphics. En niet zo heel te schaduw in de camera wat. Ah! Dat was wel mooi. Oké, okay, stik die in je montage. Dat ga ik zeker doen. What the fuck, jongen. Woe! Dat is gewoon, ik ben precies een clipbot. What the fuck, jongen. Maar heeft de match echt 11 euro gegeven voor die montage tenminste? Nee. Wat een euro. Macro. Ik ga zelfs net niet gaan. Had je niet geëdit, hè? Nee. Als je schiet op die muur weg, terwijl dat die van u is. Ah! Oh man, jij wordt zo hard dood geweest, hè? Nee, ik heb het toch op mijn deur. Kut. Ah ja, ik heb mijn dingen. Ik ga je neus kopen, oké? Okay? Is dat goed voor u? Ja, is goed. Man. Jij schiet dat weg of ik? Man, Lucky bastard. I'm wiping the trash.
Ik zie het niet eens. Maar ik zit hier nog steeds in die fucking hele... Ik weet dat niet. ...dingen te spammen. Live chat aan. Uw vader is raar. Heb je het nu tegen mij of tegen u heen? Ah, nu is het ook anders geworden. Als je naar beneden kijkt, ga je glijden recht naar beneden. Ik moet eens proberen. Zoiets, als ik dood ben. Maar niet lang duren. Als jij stopt met bouwen, ja? Goh, maar homo. Hey! Sorry, ik had even één bot voor 1 seconde. Sorry. Waarom kan ik deze... Ik ben dood. Ik ben weg. Ik wou kliks klesken, maar ik chokte dat dus. Ik dacht van... Ik kon zo hard uw muur overnemen. Als ik daar blijven geheeld had, dan had ik hem weer al in de montage kunnen steken. Ja, in mijn montage zeker. Ja, dat zeker. In mijn montage zeg je. Ja. Jij zei mijn. Ja. Maar Mats is niks meer noemen. Je praat altijd over je moeke. Je moeke. Maar dat is nog fucking easy. Oh my god. Mijn moeke is ook zo echt leuk gedaan. Sowieso is de Mirage Atroa de Joachim of zo. Ik weet dat jij die niet kent, maar dat is een rare. Die is keismal. Nog smaller als mij, rare. Dat kan niet. Zo dat smaller als Piet. Den is nog smaller als de Noah Box. Ja, en jij is smaller als de Noah Box. Nee, jongen, dat is een lange stok. Kijk, jongen, die weegt meer omdat hij groter is. Maar ja, maar ja. Dat is echt een lange stok, gast. Had hij even groot geweest als mij, gast, dat was insane small. En nu is die nog altijd insane small. En die is smaller dan mijn gast. Wat pijstig, hè. Ah, dank u. Ik ben smaller als u. Nee, de Noah Box, jongen. Jij bent geen Dirk. Nee, maar waar bent je? Dat ben ik. Ik ben niet Dirk. Ik ben niet DJ Dirk. ja, ik wil geen kabouter dikke zoals de Cor zijn, hè. De Cor en de Jens zijn gewoon broers. Geef gewoon toe. Nee, de Jens en de Kobe. Ik bedoel de Kobe en de Kor. Die lijken helemaal op elkaar. Nee, maar die... Dik en klein. Die een... Maar de Kobe is gewoon een knielige gast. En die zijn enige vriend is fucking de Robben. Ja, dat is ook waar. En dat is zijn neef, dat is nog zielig. Nee? Is dat deze ja. Neef? De Robben Maas, ja. Hoezo? Wist jij dat niet? De Robben Maas en de Kobe vrienden zijn familie, hè? Echt? Ja? Ik ga nu naar de Robben een bericht sturen, ik wil dat weten. Als dat niet zo is, dan heb ik echt een droom gehad of zo. Echt, hè? Maar die zei dat in het begin van het jaar, hè? Oh, maar in het begin van het jaar dat ik de tuur zag, dan wist ik al dat dat een kutmongool ging zijn. Weet je nog dat jij een weddenschap had gedaan met een duur dat hij zijn muziek in de klas moest doen? Ja. Dat is geen legendarisch. Wij komen daar zo binnen, die pakt zo sneakies in de gsm. En hij zo toef, 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 toef. Maar gast, denk dat ik aan de duur geld ga geven? Ja, jij hebt gewoon ziek hard. Jij hebt gewoon echt... Jij hebt heel hard verloren. Bedrogen. Jij hebt heel hard bedrogen, dat is wel een geval. Nee, eerlijk, ga zou toch ook niet zo geld ineens geven, zeg. Ik zou die weddenschap gewoon niet aangaan, gast. What the fuck? Jij weet toch dat echt een insane guy is? Ik wou gewoon zijn gezicht zien van een nota. Maar die zijn ouders boeien dan met mijn ouders. Eigenlijk niet. Maar jij hebt alle twee een nota gekregen. Ja, dat weet ik. Maar mijn ouders boeien dan niet. Nee, van mij wil gast mijn vader vermoord, maar. Behalve als het is... nota. Nee, ik heb drie notas. Ik heb drie notas waaronder één positieve. Geen enkele gedragsnota, want ik ben kei flink. Dat is mooi. Jij bent gewoon zo.
kijk in de... of zo van fucking Plopsa. Ik weet niet eens over wie de fuck dat je het hebt, maar in de les zo ben van ik babbeler. Gewoon... Jij zegt gewoon een babbeler. In de les ben ik gewoon... Ja, niks. En op de speelplaats ben ik veel meer dan dat ik in de les ben. Gast, de mevrouw zegt... Dat gaat niet goed komen, de Sharon en de Noah aan één bank. Maar dat is... Gast, wij komen elkaar goed overeen. Dus laat dat gewoon. Ja, maar ik bedoel van praten en zo. We praten toch niet? Wij zitten gewoon over de les te praten. Over iets. Ja, en de Noah Pogsdeen mocht er dan wel blijven zitten, hè? Ja, geniet begaard. Wat? Gast, ik wou je zo hard snitchen, maar ik ben geen snitchen. Ik zie daar zo'n zwart puntje op mijn scherm. Ja, ik zie daar zo'n zwart streepje naar boven. Precies een geleider. Zoals we het moeten zeggen in techniek, joh. Holy damn. Ik zie per ongeluk verleider. Verleider, hoe jongen, we gaan Temptation meedoen. Temptation Island. Ja. What the fuck is this? Dat is een nosedive. Ja, ho, dat wist ik nog niet. Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Oh, ik had geluk dat ik sprong. Ja, anders had ik u nog 70 kunnen doen of zo. Nee, waarom moet ik erin staan? Nee, ik heb u 56 punten. Ik heb geluk dat jij een jaar had, want anders had ik iets ontsnapt. Gast, ik kan daar gewoon een muur plaatsen en u pieken. Gast, fix je FPS op je stream even. Ik, hoezo? Omdat dat precies 30 FPS is, man. Dat is... Heb jij 720p aanstaan en dan 30 fps? Nee, 720p en 60 fps. Dat lijkt geen 60 fps. Oké. En mijn gsm kan 120 fps aan. Mijn gsm kan waarschijnlijk 60 of zo. Niet eens. Hoeveel zou een Huawei P30 Lite aankunnen? Een light, hè? 60 tot 120, ja. Zo. 120? What the fuck? Ja, uw gsm is nieuw als die van mij, hè. Die bestaat minder lang als die van mij. Ja, dat weet ik ook, hè, maar... Die van mij bestaat al 2 jaar. Die van mij niet. Die van mij was juist nieuw toen ik die kocht. En ik kocht die... Okay, die van mij ook? Nee, die van mij. Maar ik heb mijn gsm nog maar van... januari of zo, vorig jaar. Is dat je eerste gsm? Ja, ik heb die een jaar of zo. Ik heb nog maar een gsm van in het zesde, hè. Ja. Daarvoor zat ik altijd YouTube te kijken op mijn ouders in gsm, terwijl dat niet eens mocht. Ik mocht alleen spelletjes zonder wifi. Ik weet het, we zijn skeer, maar oké. Oh, jongen, dat is zonneclip geweest. Storytime. Ah, my. What? Ik heb het right and peak, by the way. Ik ga dat terugkijken op mijn streams. Hè. Mijn stream heeft 5 seconden delay, dus. Wat? Huh? Dat zag ik mijzelf niet eens. Ja, dat bedoel ik. Daarom freakte ik out. Oké, dat was een hele rare ziel. Ik heb wel oké. En dat was een rare stem. Ja, ik heb soms als ik lach en ik heb zo gelachen, dan heb ik zo echt zo... zo echt een rare stem, zo. Zo. Kijk, dit zijn geen macro's, hè? Mijn macro, nee. Kijk, macro's. Hoor, je krijgt een ander geluid als je een headshot doet. Maar snipers zijn uit de game, dus doe dat weg. Nee. Snipers zijn uit de game, zoek op. Gast, dan heb je een fucking, dan heb je te veel gevraagd gezien, hè? Zoek op, snipers zijn uit de game. Zoek op. Nee, wacht. Mag ik u nog eens een headshot gooien? Zoek op, snipers zijn uit de game. Zoek op. Ja, ik hoop dat jij uit de game bent. 3, 2, 1. Oh, dat een brief van je gemist. Maar nee, geef eens even rap. Ik wil dat geluidje horen. Nee, gast, blijf stilstaan. Zo, dat kan op. Ja, daar iets later komt daar zo... Zbukiding. Zbukiding. Mag ik eens een headshot met de pum doen? Oké. Okay. Nee, hou de gang, sniper. Ik pak die revolver. Ik wil niet weer lazy naar daar gaan. Godverdomme, joh. Wacht, mag ik eens een headshot met de pum geven? Kom eens. Schaat dan nu. Ja, maar kom hier boksen. Ah, gaat de sfeer. Samen, op hoeveel MS heb jij een delay, Sam?
Van op de stream? Ja. 5000 of 500? In 5 seconden. Maar jongen, zet dat dan op 3? Als dat niet gaan, dan maar nee, ik heb dat op 0 staan, hè, maar dat is gewoon zoveel. Dan is dat waarschijnlijk fucking internet. Ik speel op fucking dingen. PlayStation. Dus. Ik kan OBS gaan doen, maar dan is dat gewoon fucking. Dan krijg ik geen FPS. 203 mijn gouden pump. 209 is het meeste. Nee, 203 max. Huh? Nee, 208 hè? Nee. Kom even, kom. Dat stond niet helemaal tegen mij, dus. Kan niet. Oh! I got a werewolf. Inside Fortnite. Hier, 208. Echt? Ja. Okay. Kom dan nu, ik wil dat zien. Ja, kom. Waar bent jij? Oké, ik kom. En dan zo pats. 203, jongen! Waarom is dat bij mij dan 208? Omdat dat 203 is. Maar nee, waarschijnlijk leest jij die 3 gewoon verkeerd. Maar die revolver van u is echt slecht, jongen. Gast. Ja, dat komt omdat jij die vervloedt, hè. Dat is niet waar. Jij bent slecht, ja. Gast, ze blij. 1 assist is minder geworden met mijn PC. Zie je, mijn 1 was ervoor veel beter. Godverdomme, jong. Jij reload ook. Gast, dit is echt nu ineens report Monks FN. Why the fuck should you report me? I am not even geef doing even, anything. Geef mij eens een bot. Geef mij eens mod. Mod? Maar je hebt nog niks gecomment. Ga je die kicken of zo uit de stream? Nee, dan gaan mijn views naar de knoppen. Voilà, ik heb het gecomment. Nee, ik ga die niet kicken. Nee, kom. Comment ik ga die gewoon een mute geven. Comment. Ja, ik heb al lang gecomment. Mirage A3, KKR. Beste comment ooit, hè. Beste naam ooit, Apex. Oh Apex, my god, hoor. Oh, maar ik wil zo graag streamen. Oh, dat gaat. Ik ga gewoon op fucking Twitch streamen. Dat kost toch geld? Om te streamen? Op Twitch. Zeg eens chic in uw appel of zo? Ah, nee, dat is gratis. Dat is gratis, hè? Maar premium niet, maar ik dacht. Waarom de fuck zou je premium nodig hebben? Je hebt dat niet nodig, hè? Op aasdig, hè? Gast, bij mij komt je kill nu pas aan. Ah, ik had is veel. In sommige bands. Gast, ik ben fucking live. Je zet u voor schut voor heel het internet. Allee, niet heel het internet, want ik heb maar 3 views. Sucking on my dick. Sucking on my balls. Licking on my balls. En wat boeit dan? Kijk dat zien. Ik heb dat niet gecreëerd. Wat zegt die mama? Ah, mijn mama zegt niet. Dat is niet tegen mij. Nee, zeker. Ja, dus. Mama, je zei toch niks tegen mij, hè? Godverdomme, ik dacht. Oh. Gewoon, de sfeer vroeger. Sucking on my balls. I got bitches. Gast, deze man. Gast, deze man zit letterlijk in de fucking living. Dus? Je bent precies Steven van Hanwee, die gamet ook in de living. Nu niet meer, hè? Jawel, jongen. Nee. Ah, nee. Gamet hij nu op Hanwee zijn setup? Waar Hanwee... Ja. Nee, Hanwee zijn kamer. Want hij heeft een betere PC als die van Hanwee. Maar nee, dus Steven is gewoon cracked. Dat is Fortnite, my guy. Gast, dat laatste was erover. Ja, de uur was er ook gewoon over te laag. Aga Jackie. Justin, Jackie. He's already taken. En
Ah ja, dat, dat van dat tekeningetje dat ik had gemaakt. Zo van gisteren tijdens studie, zo. Maar gast, dat is toch zo sappig als je geen taken tijdens studie. Nee, wij hebben dan nooit bij Nederlands. Ja, hij nee, is weer zo lief, hè. Zekers. Ja, anders. Maar ik heb trage edits. Wat, ik heb trage edits? Als ik heb sneller zonder macros, ik heb sneller zonder macros. Wacht, als ik mijn dingen terug... Ja, maar je klikt op dat knopje waar je macros op hebt. Dan moet je gewoon één keer klikken en dan is dat een hele edit. Dat is niet waar. Kijk, als ik één keer klik, is dat veel langer, want mijn macros hebben delay. Mijn macros hebben 0,1 delay. Moeken! Moeken, joh. Als jij nu doodgaat zonder te healen. Geen niet healen ook, hè? Kom naar beneden. Nee, gast, wat past jij? Pijs dat een Hollander is. Ik ben toch gewoon zonder bescherming. Niet zonder bescherming, hè? Gast, logisch, anders leef ik in mijn doeling. Ik ben ook one shot. Ja, nee. Jij bent minder one shot dan mij. Ik heb slechte aim. Je had geluk dat je daar schoot, gij. Je wou een comeback doen, hè? Nee, gast, ik wist dat jij zo dingen ging doen. Wat boeit me dan? Oh my god, jongen. Mijn vriend hier, Justin, die is al hard taken en ik vind het gewoon mijn guy. Oh. Speedrun, by the way. Nigga! Gast, ik word gepent op YouTube. Dat is niet waar. Gast is er niet meer. Ik heb maar één viewer. Ja, wie weet zijn dat wel de mannen van YouTube. Ik heb twee viewers, shut the fuck up. Wie weet zijn dat wel de mannen van YouTube. Dat ben ik en dat ben ik, hè? Nee. Ja, want jij kijkt naar je eigen op je laptop, sowieso. Ja, maar dat telt niet mee. Ik heb dat al uitgetest. Ik heb al een paar keer een nul kijkers gehad. Nee, ik kijk dat op mijn eigen account. Ja, omdat je gewoon nul kijkers hebt, ga lullen. Ah, wel, als ik zelf dan kijk... Via YouTube Studios kijken, dan heb je nul. Ja, maar dat doe ik ook. Ik ga via YouTube Studios daar hennen. Kankerneger. Zei je moeder nu iets tegen u? Nee, dat is tegen mij niet. Gast, what the fuck? Je moeder is zo loskus. Zo, Dat is, als ik dat zeg, dan zegt mijn moeder, hey, bied u excuses aan. Dat zegt hij dan. Die vindt ook niet leuk dat ik dat zeg dan. Of dan zegt hij, hey, zeg sorry. Dat zegt hij dan. Maar ik zit toch niet in de living dat je dat geluk hebt. Gast, jij hebt geen geluk dat jij niet. Als je hier staat op chill, dan kunnen we zelfs nog vlug even, dan moet je niet ineens gaan lopen. Waar is je goede leaken? Zeg maar even. What's poppin? Don't mind me just... Nee, het is what's poppin? Ja, ik weet. Brand new hip just happened. I got ashes. Zet dat wel in je oren, nee, want anders heb ik copyright. What's poppin? Dat is toch van Lil Wayne, hè? Ja, dat is van Lil Wayne. Nee, gast, dat is van fucking Jack. Baby? Dat is van Jack Harlow, jongen. Ja, maar de muziek. Ja, van Jack Harlow? Mijn ding is kankerneger. Ja, dat is krullige man, hè. Dat is een krullige man, hè. Nee, die is gewoon een neger. Ook al is nee, gast. Hij is een witte, joh. Dat is een witte krullenbol. Dat is precies mijn nee, meneer Neger. Dat is gewoon een branenbokoe. Een branenbokoe. Kent je zo witte en bruine chocola? Ja. Zo chocola? Ja. Dat zijn sommige mensen gewoon. Deze dangdo. Nee, ik heb een officiële niggerpas, hè. Dus ik mag dat ook zeggen. Ik heb dat van een echte neger gekregen. Gast, what the fuck? Van wie? Jonathan. Jij zegt ook gewoon niggerpas. Trouwens, ik heb al duizenden... Ik heb al duizenden TikTok-video's van... I give nee, you the N-word pass. Ik heb dat in het echt gewoon letterlijk een papiertje. Kom, geef dat morgen. Ik wil dat zien.
Oh. Trouwens, ik heb een gouden fidget spinner. De Jens denkt dat hem cool is met zijn zilveren. En by the way, hoezo is hij ineens, nadat de Jens dat ene keer doet, is hij in onze klas ineens terug populair? Nee, één iemand heeft dat bij, hè? Ja, en een helft van de klas wil daar eens mee draaien, jongen. De helft van de klas, gewoon heel de klas, wil met mijn ding spelen. Met uw ding? Ja, dat klinkt veel te verkeerd, jongen. Ja, dat weet ik! Je moet ook klinkt verkeerd ook, wanneer dat ik erin ga. Met mijn chicken nugget. Ja, zeker een chicken nugget. Ja, met mijn chicken nugget tegenover mijn frikandel XXO. Oh my god. Hé, hey, maar waar de fuck ben je? Sverre. Ja. Uw Turtle Beach moet toch ook opladen, hè? Maar wat? Uw Turtle Beach? Nee, want ik heb geen draadloze. Ja, ik ook niet. Ik had een draad. Nee, die moet niet opladen, hoezo? Huh? Waarom bij mij dan wel? Ik heb geen draadloze, gast. Ah ja, ik heb extra was in mijn dingen zitten. Maar nee, dat laat automatisch op bij mijn PlayStation. Door in mijn PlayStation te steken. Ah, stek kan je PlayStation? Ja. Ik bedoel door in mijn micro te steken. Ik kan net zitten in mijn micro. Ja. Ik heb een Blue Yeti, hè. En daar is zo een grapje in. Klinkt voor ook verkeerd. Maar nee, ik had die een grap echt goed gemaakt met die chicken nugget. Maar toen ik zo deed, was mijn headset uitgevallen. Dus ik heb even een andere Turtle Beach gehaald. Ik heb er 3. Ik heb er 7. Oh. Dat geloof ik wel niet meer trouwens, man. Nee, ik heb er 2. Een oude waar dan van de microfoon niet eens werkt. Ik heb ook zo'n Marshall. Shit. Oh, dat ik wil even mijn handen ontspannen. Ja, ik ook. Ik ga water halen. Oh my. That pink little boy went patient. Smoke weed till I turn my quavers. Bad luck, God, here they go. Rub, rub, rub. That's an on vacation. Do, do, do. Do, 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 do. Yeah. Boom, boom, do, do, do. Do, 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 do. Imagine, wij hebben zo'n huis, hè? Van onze klein of zo. Klein? Wij kopen dat en zo. Welke klein? Zieke PC's en al. Welke klein? De waterfles. Allee, ja, dat boeit me niet. Welke klein? Bijvoorbeeld, wij hebben een klein opgericht met fucking veel geld. Zoals feest. En wij pakken een huis en we zitten zo samen te spelen op de microfoon. En jij komt ineens zo naar beneden. Dat voelt ook kei raar dan. Dat jij ineens aan mij aanraakt. In de weekend. Ja, maar dat is zo. Courage, JD en Tim de Tedman die streamen ook in hetzelfde huis, dacht ik. Want die waren zo squad aan het spelen en de Courage, die had zoiets. Was dat niet op vakantie? Ja, dat kan ook zijn, dat weet ik niet. Ik weet dat niet. En die had zoiets zou tegen een Tim gezegd. Maar nee, waarschijnlijk was dat niet op vakantie. En had zoiets tegen een Tim gezegd, dan Tim negeerde dat. En dan kwam de Tim zo in de Courage, zijn facecam. En allee, je kon dat zien via de Courage, zijn facecam. Ja, maar die wist dat niet. En de Courage wist dat niet. En ineens komt een Tim daaraan, pakt hij de Courage uit zijn stoel, smaakt en op dat bed. En neukt hij. Gast. Nee. Homo. Gast, dat zou fucking YouTube schending iets melden. Poepkat. YouTube porn. Gast, uw video wordt gelijk verwijderd door YouTube zelf, jongen. Als je dat doet. Nee, jij verwijdert dat zelf ook, jongen. Want trouwens, waarschijnlijk streamt je wel fucking. Dat vind je niet.
Zou ik eens doen een killen? Oké, ik wou dat gewoon proberen, want bij T-View was dat iets gebeurd. En een T-View, daar zat zo iemand te zien en in iemand deed zo'n emote en ineens kon een T-View deken. Dat zag ik. Is dat een hond of zo? Ja, ik geef het even. Sammy en Noe. Mine in what the fuck? Maar ik haat zo'n mensen zoals Jens. Die bit weet echt de tering. Die denkt dat hem cool is met alles wat hem kan. En hij kan alleen roepschieten. En ook, die denkt dat hem cool is door touwtjes springen te doen, omdat dat enige dat wij ja, doen. Ja, maar die denkt. En wij shotten. Is iets leuk. En ook gewoon, wij doen ook gewoon nooit voetbal of zo, of basket. En je zegt, oh, ik hoop dat voetbal kunnen. Ik kan dat echt goed. De Jens? Ja, die zegt dat jij dat goed kan. Zegt hij dat? Gast, ja. Ten eerste, ik, ja, dat is echt. Maar je denkt dat hem goed is in terugval, terwijl ik hier de beste ben, joh. Nee, per se. Gast, dat Mats en de Robben zijn insane, gast. Dat Mats, die vangt een balken. Ja, dat komt gewoon omdat die groot zijn, jongen. Maar nee, maar die heeft gewoon rare vaardigheden. Maar ook gewoon, gast, bij die ene honkbal in LO, hè. Ja. De Mats was heel dat team aan het carryen. Maar ook heel dat team gewoon. En de Noah Box zat dan zo kei cool dan zat te doen. Dan zat hij een zaak dingetje te doen, zo in zijn mond, zo. Die zat zijn met zijn hand zo aan het trappen. Ja, en gast, die denkt toch gewoon dat hij goed is omdat hij Seagard gecarried wordt? De Noah heeft één vangbal. Ik had ook een vangbal. Jij schot letterlijk alles gewoon letterlijk in het midden. Ja, maar de vorige keer dat ik zo helemaal naar rechter ging, kon ik gewoon een home run doen. Maar ik hoop echt niet dat we dat touwtje spring test nog gaan doen, jongen. Maar ik denk, we hebben helemaal vergeten. Hebben wij maandag eigenlijk nog hello? Want ik dacht dat we maandag een halve dag hadden. Maar ik weet dat niet zeker, want mijn moeder zei dat. Maar... Ja, maar nee, dat is omdat dinsdag hebben we... Ja? Dinsdag... Maar we hebben maandag zelfs fucking geen examen. Dat is voor laat. Ik weet al niet. Omdat je dan meer tijd hebt om voor Frans te leren, basis. Even. Maar nu voel ik mij zoals mijn graal. In paradise, I'm out of peace. Maar weet je, als je zo heel tijd met dezelfde beweging met je muis zo heel tijd aan het wiggelen zijn, je doet dan boksen, dan lijkt je op mijn graal. Kijk, je kent toch zo mijn graal zijn boksen en dan zo met zo'n cirkel, zo precies. Is zo. Dat is zo. In het midden een raamje dan van beneden 3. Die. Wat een aan, zo dat een. Zo'n ingang. Kijk, ja, dan moet je altijd zo doen tijdens die boxes. Ja? Dan lijkt het op Mongaal. Wacht, kom eens. U makers kunnen zelfs mij niet. Gast, ik liet lossen, jongen. Lumpen. Gast. Nee, ik kon net niet schieten, anders had ik het niet. Maar gast, uw string loopt zo hard achter nu zitten en zitten gaan om uw makers te bewerken. Te doen. Even seven sits in paradise. I'm at a payphone trying to Ik ga Browser's YouTube-accounts doen. Ik ga beginnen met Browser's content. En Fortnite content, maybe. Dan ga ik heel met mijn Facebook testen. Dan moet ik even even in paradise. Trouwens, uw FPS staat op 40. Man. Ja, op YouTube. Hoezo? Ik krijg weer al een invite van Vince. Ja. Doen we nog even arena of iets anders? Edit ga met left shift. Dacht dan. F. Wat is left shift nu bij u? Koon. Icoon. Kijk gewoon naar mijn fucking settings, gast. Kom. Ja, maar de hele tijd wanneer dat gaat editen, hè? Kom even naar duo. Ja, ik ben geliefd. Macro.
Jij hebt de robber en maker zoals ik en wij gebruiken dat niet in games. What the fuck is daar mis mee? Maar ik gebruik dat ook niet meer. Hoezo niet? Want ik ben bang dat als ik met iemand... Gast, jij hebt juist nog 20, 30 seconden geleden een macro gebruikt. Gast, what the fuck? Dat was de kick zelf! Nee, jongen. Nee. Dat jawel, dat was dat ik maakte zelf. Mij niet ik wijs. Ik heb geen macro-programma niet meer. Maar niet ervan. Maar wat is zero? Crisis dat is finaal. Maar dat komt omdat ik quadbinds heb. Ah, zo. Gast, je moet eens kijken welk manneke dat je op level 6-9 krijgt. Je moet eens kijken. Maar kijk, ik bedoel... Kijk welk manneke je op 6-9 krijgt. Ja, ik weet dat. Wat is dat? Dat is zo... die een chicken. Chicken. Nee, chicken nee. Slurpee. Ja, dat is toch kaal legendarisch. Den Daan invite me. Ik ga hem terug inviten. Oh, nee. Jazeker. Maar dat boeit me niet. Wacht even. Maar ga naar 100 en dan zo de eerste na 100. En dan die een eerste skin. Dat is niet anime-achtig, dat is gewoon een chill skin. Oh, daar gaat een VSR dan. Waar is die? Is die geliefd? Ja, direct geliefd. Die vindt die een fight me. En vindt hij invite hem, en dan wanneer dat hem joint ligt. Maar invite je gewoon de hele tijd, dan wordt hem irritant. Nee, waarschijnlijk is hij met de Fiends aan het spelen of zo. Ja, sowieso is hij met de Fiends aan het spelen. Oh, ik heb echt geen zin. Wat zijn legacy zou ik? Ik weet het al niet, jongen. Lees die zin voor. Wacht hier. Face Smooth Graal. Oké, die ga ik inviten. Face Smooth Graal. What the fuck. Wat is er Vince niet waar dat een dame aan het spelen is waarschijnlijk? Oké. Mag ik me inviten? Ik invite u ook, hè? Wie? De Vince? Nee, ik invite u. Oké, hoezo? Dat is een Switch player, Face Smooth Graal. We gaan die 2v2. Oké? Oké. Okay. Ik zie wat dat wordt. Oh my. Allee, waarom invite je vent maar niet terug? Smalle, oké. Hey, yo, buddy. Hello. Oh fuck, ik ben prank in een browser spotten. Plus 9! Ik was gewoon gewonnen. Bro, we vinden ons in Lambertus. Nice man. Hello? Deze gast is er ook in. Sint Lambertus is gewoon de beste school. Drie schermen Sint Lambertus. Ja, en die ligt al op de grond nu. Die is gewoon een pussy. Wie? De Dries van mijn vorige school. Dat is echt gewoon een kleine. Een kleine voetbalkit. Een kleine voetbalkit. Noah. Gaan we die nog 2v2 Ja, maar die zit nog in een pot. Ja, ik ga creatief doen of zo. Nee, blijf hier. Ik kan niet neer. Ik ga niet neer. Dan gaan we wel gift. Het probleem is, ik kon je drie keer achter elkaar niet joinen. Maar kom op Brawl even, ik kan daar zien. Dan geef ik jullie direct deze account ook. Oké, wacht.
weet wel niet welk e-mail dat is. Ah ja, ik weet het weer. En trouwens, als jij die e-mail hebt, ik moet ook zo die code hebben, hè. Trouwens, boys, vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Ja, en... En dat belletje aan te zetten. Zodat als ik de volgende keer live kom, dat je direct weet dat ik live ben. En dan ben je weer bij de stream. En dan zeg ik...